Een automobilist uit Dordrecht is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen bij een ongeluk op de A16 bij Breda. Ook een man uit Litouwen kwam om het leven. Een van de twee heeft waarschijnlijk tegen het verkeer ingereden. Wie van de twee dat is, wordt nog onderzocht. Het ongeluk gebeurde tussen Breda en de Belgische grens. De A16 richting Antwerpen is urenlang afgesloten geweest.